Hele goedemorgen allemaal. Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 24 september, 10 voor 11. Ja, voor mij is het alweer zometeen de hoogste tijd om weg te gaan. Ja, de hoogste tijd. De hoogste tijd. De hoogste tijd. Gewoon de hoogste tijd. En dat is een nummer. Dat is een nummer. De hoogste tijd. Deze blijft hier nog even. Maar we gaan jullie wel, of ik, hij, zij, hij, ik. Die gek, daar, ik, zei de gek, wens jullie heel veel kijkplezier. Hoi allemaal, ik was heel zielig. Een meisje heeft me verlaten. Ik heb haar gelukkig wel aan de lijn. Dat scheelt weer. Men zegt nu niks meer. Jammer. Maar, ik ga zo weer naar school, even de spullen ophalen. Kijken wat te doen is. Vandaag staat het spel Verover de Vlag op de agenda voor de hele week. 4 dagen dan. Middag, tussen de middag. Volgende week is het Verstopte Dop. Dus dat is leuk, ook voor binnen. Gaan we eens even lekker spelletje doen met de kinders. Uitdagingen. Is leuk. Maar dan zie ik jou straks, schat. Weet je nog? Oké. Zeg hallo tegen de kijkers thuis. Hey mensen, hoi! Dat is leuk. Nou, in de rollen zit ik omgedraaid. Meestal heb je mij aan de lijn, nu heb ik jou aan de lijn. Ja, precies. Scheelt weer. Maar waar is nou jou? Scheelt weer. Ook goed. Is goed. Hey, ja. Hij is druk bezig met de post. Ja, er werd ook ons een vraag gesteld over de post. Kun je het een beetje uitleggen? Want iemand, er werd dus een vraag gesteld. Ik zal het een beetje dicht doen. Of dit dus één straat is. Ik bedoel, één adres. Leg eens uit. Dit is één straat. Ja. Deze straat bestaat uit 3 delen. Een even gedeelte, een oneven laag gedeelte en een oneven hoog gedeelte. Dus ik doe het even apart. Oneven hoog apart. Even kijken. Oneven laag apart. Gaat redelijk snel. En dat ga je dus eerst helemaal sorteren? Ja, uitzoeken. Klein uitzoekwerkje. Dat maakt het sorteren iets makkelijker. En is dit beter dan bij de zaterdags, waar je normaal loopt? Beter, ja, het is anders inderdaad. Zaterdag wordt het gesorteerd aangeleverd in 2 bundels. Een bundel met kleine post, dus dit soort dingen zeg maar. En een bundel met grote post, dit soort dingen. Tegenwoordig. En dat is voor mij niet echt handig, want ik moet het toch hersorteren. Dus dan moet ik het weer aan elkaar halen en opnieuw samenvoegen. Dus het is weer extra werk. Voor mij dan. Want ik heb zo'n bepaalde looproute. Die heb ik voor mezelf geoptimaliseerd. Dat die lekker snel wegloopt, zeg maar. Post wegbrengen. Hop. Nou, dan komen we zo weer bij je terug. Yes. Nou, ik zie dus, en dat je dus al met de stapels klaar bent, die je net had gedaan. Ja, ik heb ze in 3 gesplitst. En die ook nog een keer opsplitsen, maar dat vind ik te veel werk. En nu ben ik het aan het sorteren op volgordelijkheid van huisnummer. Ja. Dus dan sorteer ik het in dit geval van laag naar hoog. Ja. In dit geval is van hoog naar laag. En die is het ook van laag naar hoog. Met een splitsing op een nummer 14. Dus een klein laag gedeelte, zeg maar. Dat maakt voor mij net iets makkelijker om eventjes heen en weer te lopen. Tussen de dingen door. Dus, en er zit dus wel meerdere adressen in 1 straat. Meerdere huisnummers in 1 straat, ja. Dit gaat van 1 tot en met 73 en van 2 tot en met 46. Oké. Aan beide kanten van de straat zijn huisnummers. Nee, maar omdat we dus die vraag kregen, en je hebt het wel heel netjes verwoord, maar ik denk ik knal me er ook even in de vlog zelf. Kijk, dan bundel ik dat, want dat wordt bij elkaar.
Oké. En dan doe je die dus hetzelfde, maar dan weer anders. Ik ga het allemaal bij elkaar doen, maar zo'n dikke stapel. Dus lastig wegbrengen. Dus dan splits ik het even op. En dan ga ik het op voegorde leggen. En dan heb je dus ook wel eens in een straat voor huizen met meerdere poststukken, toch? Ja. Dan doe ik de grootste poststukken doe ik achteraan en de kleine poststukken gaan wat meer naar voren. Dan kun je het makkelijk pakken. Oké. Okay. Als je er zo een voorbeeldje van hebt. Dat is allemaal weer een dikke en grote poststukken. Je zit er ook nog eentje achter volgens mij. Kleefding, ja. Dat is van mij ook. Daar staat ook te vinden, want de kleefpost. Kleef nog wel eens. Dit zijn bijvoorbeeld twee poststukken voor hetzelfde adres. Dat zit ook een beetje aan elkaar te krijgen. Dat zijn de post. Grote post. Tweede post. Ik ga het ook zo doen, maar dan pak je hem en dan heb je hem niet. Zo pak je hem wel. Mm-hmm. Dus dat schrijft hier. Nog weer kleine post. Vooraan. Vooraan. Grote post. Achteraan. Eén wilde zitten pakken. Klaar. Dan kan je meteen de volgende zien. Alles handig. Kleine post. Grote post. Grote post. Nummer 3. En nummer 1, draagpost. Kraakpost hebben we ook dan. Kraakpost, kleefpost, plakpost hebben we ook gehad. Zit er iets van plakband aan? Ja, lijm of zo. Ja, iets dergelijks. Ja, maar dat heb ik nu gelukkig even niet. En er ligt een envelop bij je schoen, zie ik. In de backpack post. Ja, want ik zag nou net dat je hier al de post allemaal in hebt gedaan, wat allemaal al gedaan is. Ja. Dat zit een beetje op voorhoor van pakken, want dit is de eerste straat, tweede straat, derde straat. Ja, oké. Okay. Vanaf hoe laat mag je dat doen en hoe lang heb je daar de tijd voor normaliter? Je mag om 8 uur 's ochtends beginnen. Je krijgt vandaag aangeleverd, maar morgenochtend om 8 uur mag ik beginnen met post wegbrengen. Ja. En dat mag ik uiterlijk doorgaan tot 6 uur 's avonds. Ja. Dus 6 uur 's avonds moet uiterlijk de laatste brief bezorgd zijn. Oké. Okay. Dus ik begin morgen gewoon op tijd. Ja. Dan zet ik mijn wekkertje. Mijn wekkertje. Mijn applicatie zet ik dan even op pauze. Dan weet ik van oké, ik ben er allemaal geweest. Dan ga ik naar school toe. Ja. Naar kindertjes. Dan vanuit school weer hier naartoe. De rest van de post pakken. En dan de rest van de post wegbrengen. Dus je bent lekker vrij daarin om te gaan en te staan waar je wil. Eigenlijk. Ja. Als alle post maar op één dag tussen 6 en 6 uur 's avonds, 8 uur 's ochtends, 6 uur 's avonds bezorgd is. Nou, dan wil ik je even alvast heel snel bedanken voor deze snelle uitleg. Ik doe me altijd pijn. Altijd maar weer. Maar ik ga even zijn eten halen. Ook handig, want hij moet eten. Want hij moet weer straks werken, chauffeursdienst. Ook handig. Ja, lieve kijkers. Ik ga eventjes lekker op bed liggen. Ik heb het even gehad. Ik ga eventjes een powernapje doen. Ik heb het koud. Ik heb last van mijn reuma. En als ik weer wakker ben, dan laat ik even alvast de dingen zien. Die ik al sowieso heb gemaakt voor de bruiloft. En in die grote doos zit ook al heel veel het een en ander in. Dus dat wil ik jullie ook even laten zien. Wat ik eigenlijk gisteren zou doen, wat de camera dus niet heeft gepakt. Helemaal niks. Wil ik het dus nu of morgen even gaan doen.
morgen heb ik weer mijn schoonmaakster Marion. Dus in de ochtend kom ik er niet aan toe. Of het wordt woensdag, maar ik wil het eigenlijk proberen vanavond. Maar het wordt ook weer eerder donker. Dus ja, ik denk dat ik het woensdag even ga doen. Dus die houden jullie nog sowieso van me te goed. Ja, ik ga het gewoon lekker woensdag sowieso doen. Even dat even laten zien, wat ik daar heb staan. Allemaal in. En wat ik in de andere kamer heb staan. Woensdag. Ja, goedenavond, nacht, want het is net 11:50 in de nacht. Net 12 uur is. Kijk, ik lig niet hoor. Nee, ik lig niet. Kijk, ik lig niet. Nee. Mijn mannetje is dus ook al thuis, wat jullie wel horen op de achtergrond. Hi. Hoi. Alles goed? Nee. Want? Dat is te veel post. Ja, maar je bent ook aan het werk geweest, hè? En je pakt hem eigenlijk nooit, die. En je pakt hem eigenlijk nooit meer, zo wat. Ja, ik denk, ik pak hem weer even, maar hij gaat stuk. Niet stuk? Ja, goed, dat wel. Nee. Het past er niet meer in. Nee, ja. Dus dat schiet niet op. Natuurlijk wel. Van deze dingen sorteren, dat scheelt. Oké, 38, ja. En dan hebben we 24. Kijk hoor. Ik probeer eerst even alles eventjes hier al eventjes op een rijtje te krijgen. 54. Ja, 64. 72. Moet ik hier al twee namelijk. 74. Ja. 86. 94. 128. Zo, als je mij nou niet had. Nee. Ja, wat? Had ik deze post ook niet. Want? Bij jou ben ik eigenlijk deze post gaan doen. Ja, dat klopt. Als ik jou niet had, had ik deze post ook niet. Nee, maar als je mij niet had en dan was je nou nog niet klaar geweest met dit. Ja. Dat bedoel ik. Nou, dat is goed. Toch wel. Ja. Hoe was het rijden, pruts, hè? Het waren bijna 3 keer de normale hoeveelheid pakketjes. Dus er was iets te veel te doen, ja. Oké, maar je bent weer lekker thuis. Ja, lekker weer thuis, ja. Lekker warm. Lekker warm, droog. Ja. De hondjes die zijn al weg geweest. Toch? Ja. En want de hondjes die kwamen jouw kant op, toch? Ja. Dat is zo. Is het zo? Ja. Mooi zo. Goed zo.